in actie. Cultuur in actie, dag 3. Het aantal deelnemers staat op dit moment op 221.063. En we zijn hier te gast in de fabriek. En dat allemaal dankzij Jan van Eck. Jan, hartelijk welkom. Je bent ondernemer. We tutoyeren. We zeggen u en jij. Yeah. Jij bent de eigenaar hier van de fabriek. Dit heb je ooit gezien? Wat was het vroeger? Dit was een mengvoederfabriek en we zitten nu in de loods waar de kokosnoten opgeslagen zijn. Toch, hè? Ja. Ik dacht het al een beetje te ruiken. Ja, dat klopt. Dat ruik je nog steeds. Ja. En hoe lang is het geleden dat jij hier binnenkwam? 23 jaar. Toen ben ik hier naar binnen gelokt. Gelokt? Gelokt, ja. Van kom nou eens kijken, want ze willen er vanaf. En inderdaad, ik kwam en ik was op slag verliefd. Echt waar? Je dacht niet, ik begrijp waarom ze vanaf willen? Ik snapte niet dat een ander die kansen niet zag. Dus ik was meteen, hup, verkocht, verliefd. Ja. Welke kansen zag je? Alles. Noem er een paar. Er was zoveel kansen dat als je niet goed oplette, ging je eronder aan aan je creativiteit en alles wat er allemaal komt. Dus je moest gewoon echt kaderen van dit ga ik doen of dat doen. En dat is natuurlijk met mijn volgende project ook weer. Dat geeft zoveel mogelijkheden, zoveel kansen. Dat je moet gewoon je hoofd er goed bij houden om te zeggen van we gaan die kant op. Want, dit kan, dat kan. Maar wat is het volgende project? Het volgende project is waar ik nu dus mee bezig ben. Deze fabriek, tussen haakjes. Deze fabriek heb ik op mijn 50ste gekregen van mijn vrouw. Want ja, die wilde dus niet dat ik, te veel thuis was. Dat de geraniums ging zitten. En ook geen broederigheid dat haalde. Dus laat die jongen nou lekker werken. Hier heb je fabriek, ga er maar wat leuks mee doen. En zorg dat het rendabel wordt, weet je. Zorg dat het wat leuks wordt. En ja, nou ja, ik ben een ondernemer. Ik heb tot mijn 50ste heb ik nooit geen personeel gewild. Dat vond ik te veel. Maar wat deed je? Wat deed romslomp. Ik zat in de coating. En toen ben ik hier aan begonnen en ja, toen ging het er helemaal los. En er was dus een Joodse meneer die zei, je weet wat ze bedoelen hè, met, ik wens je veel personeel. Toen zei ik tegen die man, toen had ik er 105. Toen zeg ik tegen die man, nou, dat zie je toch verkeerd, want ik heb er 100, daar hou ik van. En ja, die andere 15 moeten opdonderen, maar ja, je weet hoe dat gaat, die gaan natuurlijk niet. Die heb je er gratis bij. Misschien gratis, maar die moet je erbij nemen. Ja, die hoorden erbij, ja. Maar bedoel, je kan natuurlijk in zo'n fabriek kan je van alles doen. Je kan er een kartbaan in beginnen, je kan er een bungee jump, weet ik wat je allemaal kan doen. Maar je hebt het hart voor de cultuur. En je zag er iets mee wat in de culturele sector zou passen. Ja, absoluut. Wij doen hier ook toneelvoorstellingen. En we hebben dus voornamelijk allerlei soorten activiteiten doen we hier. Maar ook de cultuur. En dat draag ik ook een warm hart toe. En anders zaten jullie hier ook niet. Nee, want wij mogen hier dus een week lang gratis gewoon zitten om deze boodschap over het voetlicht te brengen. Ja, ik hoop dat het een heel groot succes wordt. Want dat is echt niet alleen jullie branche, maar ja, het hele midden- en kleinbedrijf staat bijna op instort. Ik bedoel, als het lang genoeg duurt. Ja. En dat is een kwalijke zaak voor de BV Nederland. Ja. En waarom is cultuur voor u zo belangrijk? Nou, de cultuur, daar krijg je verbinding mee met de mensen. Ik bedoel, ik ben een emotioneel mens, dus ik zoek altijd verbindingen. Begrijp ik. Ja. Maar wat is het moment in uw leven dat u dacht, van, nou, dit is echt voor mij een moment waarin ik bijvoorbeeld troost of geluk vind in de cultuur? Nou, dat was voornamelijk, dat is een hele beroerde situatie in mijn leven. Maar ja, ik ben mijn vrouw verloren. En dan ga je toch anders, iets anders in het leven staan. Ja. En wat was het voor u op dat moment waar u troost in vond? Nou, zoals Hanna van Hendrik hebben wij in Twente gedaan. Dat was iets wat nog nooit gebeurd was, dat er een bevolkingsgroep zo naar voren gehaald werd. En eigenlijk, ja, de naakte waarheid kwam daar op tafel. Hoe het ging altijd. En ja, dat was voor heel veel mensen was dat een, dat was heel bijzonder voor een hele hoop mensen. Dus het was heel emotioneel. En ja, die soort dingen, die zijn van heel veel waarde voor onze bevolking. Ja. Onze medemensen. En u begrijpt als ondernemer, als geen ander, dat daar enorm veel geld voor nodig is. Heel veel inzet, maar niet alleen geld. En heel veel inzet. Ja. Want als ik het allemaal ziet, hoeveel inzet hier ook weer gebeurt, nou, chapeau. Ja. Ja. Geweldig. Ja.
Wat hoopt u dat de regering uit deze week haalt? Wat voor les moeten we hieruit leren? Nou, wat zou u willen zeggen? Nou, ik zou willen zeggen dat... het is misschien al heel veel gezegd, maar regering, wees zuinig op je cultuur. Want ja, maar luister, dat is in de honderden jaren opgebouwd. En dat is niet zomaar te vervangen. Dus ja, houd het in stand. Ja. Want het is... kijk, ik hou oude gebouwen in stand. En bijzondere dingen, dat is mijn taak. Mm-hmm. En dat doe ik ook uit een bepaalde visie. Mm-hmm. Dat doe ik ook niet voor mijzelf, want ja, ze hebben mij verteld dat ik niks mee kan nemen. Mm-hmm. Maar ik doe het voor het nageslacht. Ja. En dat is eigenlijk met de cultuur ook. Ja. En wat mist u op dit moment het meest? Wat er niet is, wat er niet kan op dit moment? Nou, ik ken momenteel bijna niets. Dus nee. Daar hoef ik niet. Je mist alles. Er is al genoeg over gezegd. Ik ken momenteel bijna niets. Ja. En eigenlijk zijn we vandaag voor het eerst begonnen met één bedrijfje om weer te draaien. Ja, en nou is de vraag wanneer we los mogen met soepeling en hoe dat zich gaat ontwikkelen. Er is te weinig lobby voor de cultuur, is er net gezegd, in Den Haag. Bent u daarmee eens? Dat durf ik niet te zeggen, want ik ben er nooit bij geweest. Zou u erbij willen zijn? Nou, nee, maar luister, ik ben de creatieve man van deze bedrijven. En moet ik er nog een pet bij opzetten? Nee, ik heb petten genoeg. Ja. Er zijn best mensen die kunnen dat heel goed. Ik bedoel, er zit er eentje daar. Ja, zeker. Ja. Maar bent u wel met de stelling eens dat de lobby ondervertegenwoordigd is in Den Haag? Of zegt u van nou... Er wordt gewoon niet hard genoeg met de vuist op tafel geslagen. Nou, de bewindsmensen, de bewindslieden, die moeten meer oog hebben voor de, ja, moet ik zeggen, de dingen die spelen in het land. Mm-hmm. Want dat is, en daar is dit één van. Ja. Ja, natuurlijk wordt heel snel gekeken naar geld. Levert het wat op? De economie moet weer draaiende komen. Maar ja, u bent natuurlijk een ondernemer eigenlijk van de hele andere kant. En u zegt ja. Eigenlijk kunnen we niet zonder cultuur. En er zijn ondernemers voor nodig. En het is eigenlijk... Ja, het zijn... Daar zijn heel veel ondernemers. En er zijn ook heel veel ondernemers die er hele goede dingen voor doen. Die maak ik natuurlijk ook mee. En die spreek ik ook. Ja. En de cultuur is ook van de ondernemers. Anders zat ik hier ook niet. Nee. Ik wens u nog heel veel plannen toe. Ik hoop dat er nog heel veel uit mogen komen. Als u nou een getal zou moeten noemen, voor hoeveel mensen zet u dadelijk hier uw handtekening? Nou, minstens voor 1000. 1000 man? Ja, zonder overdrijving. Wij gaan voor 1000 man. Wij staan op een heel mooi getal. 222.063. Jan van Eck, fijn dat je er was. Het gaat je goed en op heel veel cultuur nog. Graag gedaan. Dank je wel. En heel veel succes met je actie. Dank je wel. Wij zijn hier nog 4 dagen te gast in jouw prachtige tempel. Oh. Ja, als je slaapzak meegenomen had, had hij kunnen blijven. Had ik het nou maar gedaan. Nou goed. Ja. Wie weet. Ja. Dank je wel. Ja, graag gedaan. En of je je handtekening op de muur erbij wil plaatsen. Woehoe.